Goedemiddag allemaal. Het is vandaag 31 augustus. We staan hier bij een maaskuil die vandaag aangelegd wordt. Het is een heel bijzonder jaar, 2018, betreffende de maaisteelt. In het voorjaar was het haast te nat om de maïs te zaaien op heel veel plekken. We hebben daarna ook best wel regen gehad nadat het gezaaid is. En daarna hebben we natuurlijk de droogte gehad waar iedereen mee te maken heeft gehad. Daardoor zien we heel veel variatie in de maïs dit jaar. Van normaal goed ontwikkelde maïs met goede kolven tot maïs die helemaal verdroogd is zonder kolven. Dat vereist dat we dit jaar nog wat extra aandacht moeten besteden aan het inkoopproces om dat goed te laten verlopen. Als adviseurs worden ieder jaar weer geconfronteerd met broeiende kuilen. De broeiende kuilen geeft voederwaarde verliest, opbrengst verliest en daarna een verminderde opname. We zien zeg maar, met broeien tot 2% voederwaarde verlies per dag en de opname die kan met 10% afnemen. Daarom geef ik nu in deze film wat extra tips om het inkoopproces nog wat beter te laten verlopen. De eerste en misschien wel makkelijkste tip is om te zorgen voor een schoon erf en een schone kouplaat. Hiermee voorkomt u vervuiling van de maïs. Daarnaast zorgt u ervoor dat u de folie in huis heeft en het eventuele afdekmiddel. Belangrijk bij de maïs is dat u zorgt voor voldoende voersnelheid. In de winter moet u minstens 1, maar liever nog 1,5 meter in de week voeren. En in de zomer minstens 2, maar liever nog 2,5 meter. Dat betekent dat u totaal minimaal 75, maar liever nog 100 meter totale maïskuillengte heeft liggen. Als u in de zomer minder maïs voert, zorg er dan voor dat de kuil in de zomer wat lager is, om dan voldoende voersnelheid te halen. Als u het juiste oogstmoment heeft bepaald, maakt u een afspraak bij de loonwerker, of legt dan meteen met hem over de gewenste haksellengte. Heeft u verdroogde maïs, zowel met als zonder kolf, streeft dan naar een haksellengte tussen de 6 en 8 mm. Heeft u normale maïs, kunt u hakselen tussen de 10 en de 20 mm lengte. Als u uw loonwerker toch aan de lijn heeft, overleg dan meteen met de gewenste inkoopmiddel. Want dat is namelijk afhankelijk van het apparaat wat uw loonwerker op zijn hakselaar heeft. Heeft hij een ultralaag volume doseerapparaat, kies dan voor de EcoCool. Voor de andere apparaten kiest u voor de Double Action EcoCorn, die zeker ook het meest geschikt is voor de drogere maïskuil. Bij de inkoopmiddel kunt u kiezen voor de gehele kuil, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen de toplaag van de maïs te behandelen met een inkoopmiddel. Bij het aanrijden van de kuil is het van belang dat de chauffeurmachinist werkt met dunne lagen tegelijk, maximaal 10 cm dik. Want de dikte van de laag die hij aanrijdt is het meest bepalend voor het goed verdichten van de kuil. Daarnaast is het voordeel bij het werken met dunne laagjes dat de eventuele variatie in uw percelen of tussen uw percelen over de gehele kuil verdeeld wordt. Hecht ook voldoende tijd en aandacht aan het goed aanrijden van de kuil. Ook als de hakselaar weg is, zorgt er dat de bovenlaag van de kuil goed aangereden wordt. Als laatste kunt u ervoor kiezen om te werken met een vochtig afdekproduct, zoals bijvoorbeeld ProtiPlus, om de bovenlaag van de kuil nog beter te conserveren. Als u de kuil heeft ondergewerkt met onderfolie en gewone folie, is het beste om er wat zand of grond bovenop te doen, zodat er minder zuurstof in de kuil intreedt en de conservering sneller verloopt. Na ongeveer 4 weken kunt u beginnen met het voeren van de kuil. Dan is deze voldoende stabiel. Als laatste hebben we nog een mooie actie bij Agrifirm. Bij de aanschaf van 5 eenheden EcoCool of 5 verpakkingen Double Action EcoCorn krijgt u 1 verpakking gratis. Voor de mogelijkheden informeert u dan bij uw Agrifirm adviseur of bij de Agrifirm verkoop binnen dienst. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.